kleurrijke mensen, daar zijn we altijd naar op zoek. Er zijn er niet zoveel van Kees Kwakman. De afloop van de wedstrijd tussen Rode JC en Groningen was nogal duidelijk over zijn medespelers. Kijkt u mee? Let op jongens, geen domme overtredingen maken. Geen dode spelmomenten weggeven. En Tom Hirarie gaat eerst op de 16 op iemand zijn rug zitten. Ja, en sorry, maar die vrije trap die mag er echt niet in. Die gaat 3 meter van de paal. Ik zeg 3 keer tegen Brian, je moet een lange hoek, want wij springen. En dan gaat hij nog geen 3 meter van de paal gaat hier binnen. Ja, sorry. Dat zijn gewoon fouten, die mogen niet gemaakt worden. En ook tegen 10 man niet. Ja, zo kan het ook. Ja. Maar als die jongen dat nou terugziet... Ja, hij heeft zijn excuus al aangeboden inmiddels. Die jongen was bij NAC. Lang leven de middelwaard. In Duitsland zat hij er niet eens in. Dan stond hij altijd wisselen. Dan komt hij terug bij Groningen. Ik heb die wedstrijd gezien, maar hij is me ook niet opgevallen door goed spel. Nee, maar het is toch heerlijk, sorry. Ja, ja. Maar nu heeft hij alweer gezegd dat het heel spijt spontaan. Is. Ja, dat is jammer. Het is heel spontaan. Want hij had het binnen de kamers moeten houden. Het is doodzonde. Meer van dit soort uitspraken. Daar houden we van. Maar ik denk dat met het positiespelletje dat hij moet springen deze week.